Hoi, het is vandaag. Welke dag is het vandaag? Woensdag. Woensdag. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe weekvloggie. Ik begin nu pas met vloggen, want ik zat niet heel erg in de mood om de maandag, dinsdag te vloggen. Dus vandaar dat ik vandaag begin. Niek en ik zijn nu een video aan het opnemen voor Happn. Want ik heb een samenwerking met hun. Geen grap, Niek heeft zich al 4 keer omgekleed. Omdat hij dus iedere keer weer een t-shirt niet leuk vindt staan. Of hij vindt zichzelf te wit. Of de kleur past niet bij de bank. Hij is echt zo'n ijdeltuit. En dan zegt hij dat hij vroeger nog erger was. Kun je nagaan? Ik ben helemaal niet zo ijdel. Valt mijn resume. Nou, je bent best wel hoor. Jij hebt je al 5 keer omgekleed in dit filmpje. 2 keer. Nee, dat is niet waar. Maar waar het om gaat, van je heel graag gaan draaien. Al 5 keer, kijk, schat. Ik zonnebank niet meer. En naast deze pinda ben ik in één keer tering wit. Terwijl ik nooit zo wit ben geweest. Dus als ik hier ben met een polo aan met korte mouwen. En ik lijk fucking echt zo'n melkbus. En jij lijkt echt zo... Ik zou duwen op een roti. Nee, dat is niet. Valt wel mee. Kijk, wacht. Ik ga wel even. Dat was al een afraffelaar die alles snel klaar wilt hebben. Kijk, hier heeft hij een zwart blouseje aan. Vond hij niet ook. Hier heeft hij een groene korte mouwen. Vond hij ook niet helemaal leuk. Nou, hier lijkt hij wel. Hier valt hij helemaal weg. En dit vond hij ook niet goed. Nou jongens, nu is het een donkerblauw overhemd geworden. Ik hoop dat dit hem nou is, want we gaan nu gewoon beginnen. Niek is weer naar de zaak en ik ben nog even bij hem thuis. Want ik moest mijn vlog nog afmaken. En het is natuurlijk woensdag, dus die moet zometeen online staan. Dus daar ben ik mee bezig. En het is nu 4:50. Maar als ik nu naar huis ga, dan sta ik echt midden in de spits. Dus ik wacht wel even. Dus ik denk dat ik pas na de spits naar huis rijd. Misschien rond 6:00 ben ik 7:30 thuis. Dan ga ik even bij Claire eten. En dan... Jeetje, ik had dorst. Dus morgen heb ik een event staan. Weer bij Pink Beach. Ik ben er echt al 8 keer geweest. Maar maakt niet uit. Het is alsnog een hele toffe locatie. En ik ga daar met Ime naartoe. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik heb haar echt al zo lang niet meer gezien. Zijn we eindelijk weer even herenigd. En dan heb ik dit weekend een weekendje weg met mijn ouders. Heel gezellig. We gaan met elkaar naar een huisje in Limburg. En dat ga ik natuurlijk allemaal gezellig voor jullie opnemen. Ik heb de laatste paar dagen heb ik niet veel gefilmd. Zondag eigenlijk ook niet. Maandag helemaal niet. Dinsdag niet. En ik ben vandaag eigenlijk weer begonnen met filmen. Ik was een beetje... Ja, ik zat een beetje in een lichte twijfel... Of ik wel nog door zou gaan met weekvloggen. Dus ik heb daar even heel goed over na zitten denken. Omdat ik vind het wel heel erg leuk. Maar het is best wel veel van mijn privé weggeven. En ik heb er uiteindelijk ook wel zelf voor gekozen. En ik doe het nog steeds. Ik vind dat je bepaalde dingen wel echt wel voor jezelf mag houden. En dat je niet alles met heel de wereld maar hoeft te delen. Ik heb weer voor mezelf besloten. Nee Joe, we gaan weer lekker door met de weekvlogs. We gaan niet stoppen, we gaan gewoon lekker door. Alleen laat ik wel gewoon lekker veel positiviteit zien. En niet de dingetjes als het even wat minder gaat. Want nou, daar zit niemand op te wachten en ik ook niet. Nou, dat moest ik gewoon even kwijt. Dus dan snappen jullie waarom ik de maandag en de dinsdag even niet de camera heb gepakt. En vandaag wel. Oké, mijn vlog is aan het uploaden. En echt heel grappig. Maar Niek heeft uiteindelijk toch nog voor een witte blouse gekozen. Oh, ik ben weer in Amsterdam en ik ben bij mijn zusje thuis. En we gaan lekker pasta eten. Noora en Jamila komen ook gezellig eraan. Wat voor pasta ben je aan het maken? Wodka zonder wodka. Wat? Serieus? Een pasta wodka? Ja, dat was bekend van TikTok. Oh my god. Een pasta wodka zonder wodka. Ja, ik doe er gewoon geen vodka in, want dat hoef ik niet. Leuk dit. Bedankt. Dit moet ik eigenlijk gekookt hebben thuis. Schoonmoeder gekregen. Van je schoonmoeder. Wat lief. Wow, dinner is ready.
Het ziet er echt heel lekker uit. In het Engels. Wij staan in de rij. Ja, wat doe je mee? Waarom heb ik in de rij staan? Wij staan in de rij om een bordje op te schrijven. Hier dan, waar is het op schrijven? Daar is de schoolkantine. Jawel. Kom wat dichterbij. Die lach. Nou, wat gezellig, ja, meiden. Ja, kom maar dan naar de afstand. Ik klep slappelap. Oh. Eeuw. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ga even mijn nageltjes laten doen. En deze is afgebroken. Ik had een pakketje gezonden voor me. Van Dyson. En ik pak het uit. En ik zie best wel leuke spulletjes. Ik heb de Dyson Steltang. Het is trouwens wel een samenwerking. Ik moet gewoon een leuk filmpje maken. Maar die Dyson Steltang is echt duur. En ik heb dus ook een Dyson haarborstel. En hier zit dus ook wat in. Oh, ik weet niet wat dit is. Maar het ziet er interessant uit. Die borstel ben ik ook wel heel benieuwd naar. Het zou wel heel goed zijn, denk ik. Ja, is heel goed. Nou, ik ben echt een beetje moe hoor. Gisteren ook bij Niek werd ik ook zo moe wakker. Nu heb ik echt hetzelfde. Ah, het borstelt echt heel lekker. Ik weet niet wat erin zit. Nou, ik heb al mijn haar geborsteld, dus alle klitten zijn er al uit. Dus ik denk dat dat het is. Maar oh mijn god, ik moet ook echt even make-up op. Ik zie eruit. Ik ga niet heel veel make-up op doen hoor. Ik doe gewoon even een beetje concealer en een beetje poeder en even een beetje mascara en dan ben ik klaar. Maar ik moet wel even opschieten eigenlijk, want ik moet om 9:30 weg van huis. Het regent. Het is niet echt heel erg mooi weer vandaag, maar ik vind het eigenlijk niet heel erg. Het mag ook wel even een keertje weer regenen. Rare Hollanders zijn wij. Als het heel de tijd regent, zeggen we, nou nu mag de zon wel weer schijnen. En nu schijnt de zon heel de tijd, denk ik nou weer van nou eigenlijk mag het... Het mag eigenlijk ook weer heel even een klein beetje regenen. Maar gewoon meer voor de zuurstof in de lucht, weet je wel. Och, dit is ook echt mijn lievelingst-t-shirt. Al heb ik hem al een week niet aan gehad. Ik kom net thuis. Ik ben net even naar de Action geweest. Ik had allemaal huishoudelijke spulletjes nodig. Dus die ga ik zo meteen even gezellig met jullie uitpakken. Ik weet niet of jullie er nieuwsgierig in zijn. Niek en ik gaan dus over twee weken. Nee, volgende week naar een event. Een opening van een nieuw restaurant in Breda. Nou ja, het restaurant is niet nieuw, maar wel nieuw in Breda. En het restaurant heet de Street Food Club. Ik ben echt heel benieuwd wat er binnenin zit. Opening 16 juli, One Night at the Theater. Dress code masquerade. Wat gaaf. Nou. Lekker, die gaat sowieso altijd wel op. En een masker. Oeh, die ga ik opdoen. En een boek. Wat vet. Ik ben dus één keer in het restaurant geweest in Utrecht. En ik weet dat het er echt fantastisch uitziet. En dit schijnt dus een nog grotere streetfoodclub te zijn in Breda. Oké. Ik ga even aan jullie showen wat ik allemaal bij de Action heb gehaald. Hier ga ik dus mijn olijfolie in zetten en mijn peper en zout. Dat heb ik gisteren bij Claire gezien. Een nieuw badkamermatje. Want die van mij moet gewoon af en toe even een nieuwe badkamermat. Vind ik altijd wel lekker voor mijn voetje. Een haarfoamborstel. Want die van mij is stuk gegaan. En ik heb gewoon op internet gelezen dat deze gewoon goed is. En dat was maar €12 bij de Action. Oh my god, ik ga hem zo meteen uitproberen. Sokken, witte sokken, altijd handig. Want die raak ik altijd kwijt. Van die Tupperware bakkie. Roller tegen wallen. Ik weet niet waarom. Ik dacht, leuk. Deze waren maar €3 per doosje. Batterijen, je weet maar nooit. Een haarmasker van Garnier. Gewoon bij de Action. Spiegeltje met een lampie. Dit vind ik wel heel handig. En een hele grote douchegel. Hij is lekker groot. Komt altijd wel op. En weer sokken. Om 6:00 moet ik alweer bij Wonder zijn. Want ik heb een evenement staan voor Cosmopolitan. Dus ik ga me even omkleden. En even mijn haar en mijn make-up doen. Outfit check. Ik heb even doekjes mee voor mijn cowboylaars, want die zijn heel vies.
Dus ik ga even met de sloffen van mijn sissy ga ik nu naar de auto om mijn laars aan te doen. En sorry Claire, ik breng die sloffen echt terug. Ik beloof het je. Maar Iman die is er al, die is iets te vroeg. Dus ik ga nu opschieten. Nou jongens, het is vast niet voor de eerste keer dat jullie deze omgeving zien. Maar we hebben Iman eindelijk weer terug. Of we hebben Iman weer terug. Lang geleden. Dat is echt lang geleden. Nou, proost bij het op een leuke gezellige avond. Een hartstikke idee. Op een hartstikke idee. Op een hartstikke idee. Kijk, hoe gezellig. Nog twee meiden van Love Island. De Love Island crew zit hier. Yes, we zijn compleet. Oké, okay, de avond is voorbij en we hebben natuurlijk weer een leuke goodiebag ontvangen. Oh, wow, mijn stem sloeg helemaal over. Zo blij ben ik met de goodiebag. Nou, Iman is ook heel blij met de goodiebag. Ik zie er zo anders uit met mijn haar, hè? Ja, maar jij bent underdressed vandaag. Ja, zo klopt. Ken ik jou niet, Iman. Normaal ben jij lekker all overdressed. Over, ja. Och, haar in lipgloss. Oké, okay, nou, was een gezellige avond. Ja. Oké, okay, wij zitten even gezellig bij Fred's Kitchen. En ik kan nog trekken, dus ze hebben nog even een lumpia gemaakt voor me. Dus, ik ben weer thuis. En ik heb echt een heel gezellig avondje gehad. Ik zit trouwens nu even Temptation Island, de final, te kijken. Ik vind het echt zo spannend. Cosmopolitan heeft dus het zomerboek gelanceerd. Heel leuk, ik was daar met Rowena ook en met Sarah. En die meiden die hebben ook meegedaan aan Love Island. Maar dan aan het seizoen na mij. Met het videolandseizoen, met alleen maar Nederlanders. Iman is ook al heel lang niet gezien. En echt super schattig. Ze kwam dus met een bosje bloemen aan. Dat vond ik echt al heel cute. Maar nou stond er dus dit. Ik moest op de kijk. Ze kwam met dit bosje. Echt super cute. Ze zegt, ja, lees even de kaart. Hoera, een baby. Ik zeg, Iman, hier trap ik niet in. Is clean. Oh, het ziet er echt heel fijn uit om naar te kijken. En ik heb het plankje van de Action heb ik dus nu hier neergezet. Met al mijn keukenspulletjes. Maar ik had het dus bij Claire gezien. En ze heeft me echt geïnfluenced. Dus ik heb het ook maar gekocht. Good morning. Ik laat heel even niet mijn gezicht zien. Dat is voor iedereen het beste. Ik ben even de boel flink aan het opruimen hier. En schoonmaken. Ja, ik heb gewoon opruim, afwijkend gedrag. En nu moet ik dat gedrag eens een keertje flink aan gaan pakken. Ik wil wel heel graag sporten, omdat ik het gewoon heel lekker vind voor mijn hoofd. Maar als mijn huis zo'n troep blijft, dan heb ik alsnog rommel in mijn hoofd, als je snapt wat ik bedoel. Zo, ik heb lekker mijn huisje opgeruimd. Ja, dit is voor mij gewoon opgeruimd. En mijn trolley ligt klaar voor mijn weekendje. Ik ga wel eerst even naar Chair Lounge, naar de kapper. Want ik vind deze plukjes toch iets te dik blond geverfd. Dus ik wil het iets subtieler hebben. Dus dat deze lok gewoon iets minder dik is. En deze precies ook. Ik heb echt wow, gekke bad hair day. Ik ben weer thuis en ik kom net terug van de kapper. We hebben die voorplukjes ietsjes matter gemaakt. Nou ja, mijn haar is nog nat hoor, dus je ziet het nog niet echt super goed. Ik dacht ik ga samen met jullie de 12 euro föhnborstel van de Action uitproberen. Hij ziet er best wel goed uit, vind ik. Wel leuk met het goud. En het merk is van Elle. Ik heb er zelf nog nooit van gehoord, maar let's try it. Ik heb natuurlijk wel een beetje research gedaan voordat ik de ding kocht bij de Action. Ik dacht ik moet wel echt... zeker weten dat hij goed is.
En ik heb mijn haar net een heel klein beetje gefeund met de echte borst, met de echte feun. En nu ga ik de feunborst er doorheen halen. Nou, ik vind hem nu al goed eigenlijk. Niet zo aan te merken. Hij feunt als een echte feunborstel. En ja, het is natuurlijk ook een echte feunborstel alsof het nep is. Maar mijn haar gaat er gewoon heel lekker doorheen, dus ik zie geen probleem meer mee. Een beetje zo'n mooie look erin gemaakt. Nou, ik vind het er al echt goed uitzien. Oké, ik ben nu bij mijn voorste pluk bezig, dus deze lokken heb ik al gefeund. Nu doe ik even mijn voorste lok. Dit is wel een feunborstel met een dikke borstel, dus ja, ik kan er niet heel goed echt gekke slag mee creëren. Dus ik gebruik deze dan voornamelijk echt om mijn haar mee droog te feunen en om het tegelijkertijd mooi te polijsten. Als je echt zo'n feunborstel look wilt creëren, dan kan het denk ik niet echt met deze. Dan heb je echt wel een dunnere borstel nodig. Om het gewoon even mooi in model te brengen, is dit wel echt een aanrader. Nou, ik ben echt wel tevreden. Look at my hair. Yes. Nou, kijk eens. Dat heb ik even gemaakt met mijn Action foamborstel. Zo slecht is de Action nog niet. En de kapster heeft ook nog even een toner door mijn haar gedaan. Mijn haar is weer iets donkerder. Maar die plukjes die heb ik nog goed erin. Die blonde plukjes. Dus het is niet dat ze helemaal weg zijn. En ja, die blonde plukjes ziet er sowieso in. Maar als er even een toner eroverheen wordt geverfd of gedaan, dan ziet het er weer even wat minder warm uit. Claire en ik zitten al 2 uur in de auto. Dus we hebben een zakje chips gehaald en een foto naar Colin gestuurd. Dit is de foto. We zijn al 2 uur onderweg, even naar Limburg. Wie gaat er even naar Limburg? Nou, we gaan even naar Limburg. Maar ja, we gaan ook om 4 uur weg. En 4 uur is gewoon file tijd. Dus dan weet je dat je de pineut bent dan helemaal op vrijdag. Nou. Ja, maar ja, wat moesten we dan doen? Ja. Nou, we gaan weer verder. We zijn vertrokken om 4 uur en we komen aan om 7:10. Ja, dat is echt normaal. Het is echt niet normaal en we rijden nu echt in de middle of nowhere. En we zeggen dat we maar 1 keer een afslag gemist hebben. Ja, 1 keer. We zijn al 3 uur onderweg. Ah, je komt wel ergens hoor, na 3 uur. Mais. Mais en platteland. We hebben toch ook achter ons huis. Moet ik hier naar rechts ergens? Ja, hier naar rechts. Hier? Ja, hier. Maar wij zijn onderweg naar het huisje. Oh, nou ja, dan wachten we wel op jullie. Nou, wij moeten dus als de wieden weer naar de supermarkt gaan. Want om 8 uur gaat de supermarkt dicht. En Claire zegt nog, nou, we hebben wel de tijd hoor. Het is al 7:55. Je kan echt niet. En jij ging expres nog langzaam een pizza bestellen net. Ja, ik voel jullie irritant. Ja, maar jij bent irritant. Want het is 7:55 en nu is die supermarkt zo dicht. Nee, het is niet 5 voor, het is 10 voor. Nee, Claire, het is 5 voor. Dan moet ik nou heen. We kunnen zometeen weer niks eten. Ik rijd veel te hard, dat mag niet. Nou, doe maar wel lekker hard, want de supermarkt is zo dicht. Doe lekker. Ja, nee, ze hebben ook geen fruit gehaald. Nou, we hebben 3 minuten om even snel iets lekkers te halen en ontbijt voor morgenochtend. Hier, mix met fruitdingen. Lekker. Ja, doe dat. De supermarkt hebben we gelukkig nog gehaald. Ik voel me dus echt gaan een toekie hier ook. Ja. Nou in. Ik heb mijn haar op. We gaan nu lekker de pizza's en de pasta's ophalen. Nou, pizza's hebben we gehaald. En babykip. Claire vindt het heel gezellig om hier rond te lopen. Oh, dat is een schattige kip. Nee. Jawel, die kip is schattig. Claire is alweer bang hoor, ze ziet kippen. Nou, zo ziet het huisje er van de binnenkant uit. Het is best wel heel erg ruim. En dan hebben we hier de keuken. Mama staat weer in de keuken. Zoals gewoonlijk, as usual. Hier is een toiletje. Loop ik even naar de slaapkamers. En hier is het best wel klein en heel warm. Nou, hier liggen mijn ouders dan. Het is best wel een vrij ruime kamer. Dit zijn de kinderkamers.
Hier gaan kleden Colin. Hier ga ik de eerste nacht alleen. En Niek komt dan morgen. En Trolly ligt daar. En de tuin is best wel groot. Kijk, echt een grote tuin. Kijk hoe gezellig. Ik heb dat verteld, maar het vakantiepark waar we in verblijf heet Roompot Arsen. Toch, mam? Ja. Roompot. Ik snap alleen niet waarom je park Roompot noemt. Room in een pot. Yo. Ja, echt heel, heel groot. I like your style. Yeah. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets unsafe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. And that's why I need a one dance. Got a NSC in my hands. One more time before I go. Higher powers taking. Good morning, het is vandaag zaterdagochtend en wij hebben gisteren natuurlijk pizza en pasta gegeten. En zo'n één keer in de week komt er wel even iets vets op de eettafel te liggen. Maar we sporten er wel bij, dus ja, dat heet balans. En gaan we even hardlopen, een beetje het park verkennen. En als het goed is, komt Niek in de middag naar zijn werk. Dan gaan we even kijken wat we hier allemaal gaan doen. En wat hier allemaal te beleven valt. Yo, ready for the run? Ja, mama snapt over niet. Ik eigenlijk ook niet. Nee, hij staat op 180 graden Celsius. Mam, het is gelukt hoor. Oh, nou, Claire lukt het weer. Oh, dit is elektrisch. Ja. Nou, jongens, het is echt zo'n gezellig huisje om hier met je familie te zitten. Na onze zaterdagochtendloop gaan wij lekker ontbijten. Juno is helemaal kapot van het rennen. Lus alles. Dit is ook wel. Wij zijn even uit het huisje. We gaan Niek ophalen, want die staat bij de ingang. En we gaan gelijk door naar een dorpje hier in de buurt. En dat dorpje heet Geldern. Niek staat al een half uur te wachten. Oké, nou jongens. Zo ziet het eruit. Dit is de ingang van het park. Leuk skeltertje voor Niek en Colin. Zo meteen kunnen ze racen. Dus we gaan nu even naar het dorpje. En daarna gaan we met mijn ouders gaan wat eten. Bij een plaatsje dicht bij de Maas. Of een restaurantje dicht bij de Maas. Daar is mijn mannetje. Met zijn slippertjes. Kom in de mooie, mooie. Kijk hem met zijn tassie. Niks explicit te zien. Hey broski! We zijn nu aangekomen in Duitsland. En we gaan even de boel verkennen hier. Zonnetje schijnt heel lekker. Maar het is hier wel echt al heel boring. Maar ja, we zullen het zien. Ja, wereldreis doe ik altijd graag een klikker daar. De mannen zitten aan de bier. Zeer schön. Bietburger. Zeer schöne bier. Het staat mij toch gewoon. Lekker biertje bij. Oké, okay. Wij zijn nu. Sorry, ik was aan het praten terwijl allemaal auto's voorbij rijden. Kom altijd hetzelfde gezeik houden. We zijn dus nu in Broekhuizen, Arsen. En wij pakken dus nu een pont waar ook auto's op kunnen. Want we gaan aan de overkant gaan we even een lekker happy
eten of drinken met mijn ouders. Mijn ouders die zijn al het potje overgegaan. Kijk wat grappig. Nou, we hebben wat lekkere balletjes besteld. Wat is dit ook weer? Quesadilla? Nee? Wat kom je aan? Heet man. En de mannen zitten lekker aan een broodje kip. En Juno krijgt een cookie. Juno. Cookie. We zijn nu verkast naar Steaks and More. En we gaan nu even lekker weer verder eten. Alhoewel ik eigenlijk helemaal geen trek meer heb. Ik ben toch wel verplicht om iets te eten dan maar een geitenkaas met bietsalade. Erg gezond. En de laatste pond gaat om 10 uur. Maar die halen we wel. Gate night. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ben echt heel wit. Maar wij zitten lekker aan op ontbijttafel. Nee, ik heb niet zo erg lekker geslapen, want ik hoorde de hele tijd een soort watersproeier in de tuin. En het kwam de hele tijd tegen het raam aan, dus ik dacht dat ik gek werd. Ik heb gewoon niet geslapen. Even gezellig ontbijten met z'n allen. Ik wacht alleen nog op Colin, die ligt nog in bed. Dan gaan wij alweer naar huis toe, dus zo snel gaat het weekendje alweer voorbij. Wat moeten we dan nou? We zijn weer lekker verdwaald. Oké, wij gaan nu naar de uitgang. Weekendje, familieweekend is alweer voorbij. Dus bedankt voor het kijken van deze vlog. En ik zie jullie volgende week weer terug.